guys, welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Joop van Eclipse, a.k.a. Macaroni with the Cheese. En vandaag heb ik een nieuwe video voor jullie. Vandaag is het 25 augustus, zondag. En elke zondag doen wij een video. Ik heb het voornamelijk over aandelen, crypto. Laatste tijd doe ik ook video's over cybersecurity. Dus with that being said, let's get started. De Federal Reserve, Jerome Powell, heeft gekozen om aan te kondigen that the time has come to for policy to adjust. Met andere woorden, hij gaat de interest rate gaat hij dus wijzigen. We hebben de afgelopen tijd hebben we geleefd in een hele dure periode, waarin wij dus de interest rates hebben gezien van 5,5%. Dat houdt dus in dat alle leningen die werden verstrekt tegen een interest rate van 5,5, zoals je ziet. Dat begon aan begin jaar van 2022, ook met de Oekraïne-oorlog en dat soort dingen. Maar we zijn nu beland in een periode waarin wij dus wij kunnen gaan leven tegen een goedkopere interest rates. Dus Federal Powell heeft aangekondigd dat hij dus de interest rates gaat verlagen. De voornamelijk battle was inflatie. We hebben inflatie gezien. Dan moet ik hem even erbij pakken. En daar hou ik van. Ik hou van om cijfertjes te laten zien. We hebben inflatie gezien in begin 2022. Hebben wij inflatie gezien pak een beet rond de 9%. Dat is ook de periode toen met de oorlog en dat soort dingen. Dus mid-juni 2022 hebben we een inflatie gezien van 9%. En we zijn nu beland in een periode dat wij dus nu rondom 2,9 zitten. En met die kennisgeving wil Jerome Powell dus de interest rates ook gaan verlagen. Hij heeft al een aantal maanden aangekondigd dat hij dat niet van plan was, sorry. En nu is hij beland bij genoeg data en hij is zelfverzekerd erover dat hij dus de interest rate gaat verlagen. Dat houdt dus in dat er goedkoop leningen zijn. Mensen kunnen weer auto's gaan lenen, kunnen weer geld gaan lenen om auto's te verschaffen en dat soort dingen. En ja, want we hebben toch leningen nodig om onze leven makkelijker te maken en te voorzien van mooie dingetjes. Maar dat betekent ook dat de aandelen interessant worden, want we hebben in een periode geleefd waarin aandelen zoals Tesla, ja, die hadden het gewoon zwaar te voortduren. Omdat bedrijven zoals Tesla, die moeten het hebben van de leningen. Die moeten het hebben van het geld dat mensen kunnen lenen bij de banken. En dat was wel degelijk niet het geval. Er moeten toch auto's worden verkocht. Dus daarmee zag je dus ook dat Tesla gemoeid was met het feit dat ze dus de prijzen moesten verlagen van hun auto's. En dat hebben ze niet zo'n klein beetje gedaan. Ik denk dat per auto gingen zeker $6,000 ging er vanaf. Ik heb hier een mooi plaatje weten te vinden, even snel. Maar zoals je ziet, de Model 3 RWD, die was $46,990. Min 6%. Model 3 Performance, min 14%. Model Y Long Range, die min 19%, dus die ging van 65.990 naar 52.990. Dan moet je nagaan, als je begin van het jaar deze wagen had gekocht, was je gewoon $65,000, $66,000 was je kwijt. En tegen de periode dat de interest rates redelijk hoog waren, ben je gewoon 20% kwijt. Dus je bent gewoon pak een beet, $15,000 ben je gewoon kwijt met investeren van in Tesla. Dus de grootste reden hiervan was dus de interest rates, wat ik al zei. Ja, mensen kunnen dus geen leningen nemen om uiteindelijk auto's te bekostigen. Dus ja, we zijn nu gelukkig bij een periode waarin dat anders gaat. En dat betekent dus dat we ook anders naar aandelen kunnen kijken. We kunnen, kijk, het werkt als volgt. Als jij bijvoorbeeld aandelen hebt die dus niet voldoende rendement hebben ten opzichte van inflatie en niet genoeg rendement hebben ten opzichte van de interest rates. Dat betekent dat je eigenlijk twee keer in de min bent. Daarom is het belangrijk om in de tijden van inflatie, dat het geld minder waard wordt, dat je je geld investeert in assets en in aandelen.
En de afgelopen tijd konden wij dat doen met de Magnificent Seven. We konden dat doen met de Tesla's. We konden dat doen met de Google. We konden dat doen met de Amazons van deze tijd. Maar nu dat de aandelen naar beneden gaan, kunnen we dus gaan focussen op andere bedrijven, op andere aandelen die interessant worden, omdat de interest rate verlaagd is. Dat is dus iets wat de komende tijd gaat gebeuren. En wat je dus ziet is dat ze een stuk of 11 interest rate cuts hebben ingepland. En september zou de eerste kunnen zijn. 71% staat op dat er wel degelijk een kans is dat er in september gecut gaat worden. En zo gaan we verder in het jaar om te kijken wat er precies gaat gebeuren. De eerstvolgende is dan in november 45% en dan december 44%. Dus we moeten even kijken hoe dat precies gaat. Maar de eerste zou dan in september plaatsvinden. En dan gaan we dus goedkoper leven, om het zo maar te zeggen. We kunnen dus goedkoper leven. De afgelopen jaren heb je dus ook gezien, van 2008 na de financiële crisis tot aan 2016 was de interest rates gewoon laag. Dat betekent dat wij dus gewoon aandelen konden kopen. En ja, elke aandeel was gewoon super interessant. En je kunt gewoon super goed winst maken als jij maar gewoon een goed bedrijf had geselecteerd. Wat je ten alle tijden moet doen. In de periode waar we nu hebben geleefd, van 2022 tot nu, had je echt specifiek onderzoek moeten doen in de Tesla's, de Googles. Weet je, en we komen dus nu naar de periode terug van 2010 tot 2016, waarin je dus meer kunt kijken naar fundamentele bedrijven. Je kunt meer gaan kijken naar aandelen die niet per se in de Magnificent Seven hoeven te zitten, maar die gewoon pak een beet, gewoon hun ding doen, gewoon pak een beet, gewoon hun ding doen en waarmee jij gewoon rustig geld kunt verdienen. Het hoeft niet zozeer de Tesla's en de Amazons te zijn, de Apple, weet je, en als het maar een bedrijf is wat revenue winst maakt. Dus ik hoop dat je het een beetje begrijpt. En ja, dus het is een interessante tijd wat we gaan zien. En dit is eigenlijk waar we op hebben gewacht. Om dus goedkoop aandelen te kunnen kopen. En ja, dat is eigenlijk wat ik wilde meegeven in deze video. Dus de komende periode, komende week, hebben we nog steeds de earnings seasons en hebben we de PDD. Ik heb een positie in PDD, Chinese bedrijf. We hebben woensdag hebben we Nvidia. Dan hebben we Chewy. Chewy is de mede-eigenaar van GameStop. Als ik het goed zeg. We hebben Box. Welke bedrijven zijn nog meer interessant? Yopi. FIFA hebben we. Healthcare is deze. HPQ. HPQ ben ik niet zo geïnteresseerd. We hebben CrowdStrike. CrowdStrike kennen we nog van de IT Orchard, dat heel de wereld bijna plat lag. CRM, Salesforce. We hebben Dell. Welke is voor mij het meest interessante? Ik zou zeggen, oh, Autodesk hebben we ook. Ik zou zeggen, oh, Elastic hebben we ook. Ik zou zeggen Nvidia. Nvidia is wel mijn top player. Dus we gaan even kijken wat Nvidia heeft gedraaid. We weten allemaal wat Nvidia heeft gedraaid. Kwartaalcijfers komen naar buiten. En dan even kijken wat voor invloed dat precies heeft op de aandeel. Oké. Dus ja. Grootste nieuws is Federal Reserve heeft aangekondigd dat ze dus de policy gaan veranderen. En dat betekent dat wij dus anders naar aandelen kunnen kijken. We kunnen meer gediversificeren in aandelen. Welke aandelen we gaan nemen en welke niet. Je had niet zo gefocust hoeven te zijn op de Magnificent Seven. We weten de Magnificent Seven draait heel de aandelenmarkt. Omdat ze heel veel invloed hebben. Ik denk 13% of zo van de aandelen is vooral gefocust op de Magnificent Seven. Dus de Magnificent Seven trekt heel de aandelenmarkt. Maar nu komen we in een periode dat we dus gewoon naar andere aandelen kunnen kijken die ook gewoon een marge hebben. Denk aan de semiconductors, Nvidia. AMD, Amazon, Google, Apple zijn allemaal grote spelers. Maar we kunnen ook in een andere sector gaan kijken welke aandelen interessant zijn. Als ze maar een goede rendement hebben. Oké, dan wil ik het hierover hebben. Oké, omdat de interest rates worden gecut, wil niet zeggen dat zeg maar positief of negatief invloed kan hebben op de aandelenmarkt. Want als je gaat kijken, op het moment dat de rate cut heeft plaatsgevonden,
heeft dat natuurlijk invloed op de markt. En veel mensen geven dus aan dat er een recessie zit aan te komen. De enige keren dat er een recessie is aangekomen was dat in 1981, 2001 en 2008. Maar dat waren precies de momenten dat er al wat speelde op de markt. Er was al rumoer. En dat heeft uiteindelijk gevolgd tot een recessie. En met andere woorden, niemand heeft een glazen bol. Zowel een rate hike of een rate cut heeft niet wel degelijk invloed op de aandelenmarkt. Er wordt hier ook gezegd, history clearly shows rate hikes and rate cuts alone don't determine market direction. Want als je gaat kijken naar rate hikes, dus als de rate omhoog gaat, in 1980 werd die hier opgeschroefd en dan ging die omhoog. Hier werd die ook opgeschroefd. De gouden rondje, toen ging die ook omhoog. Hier werd die ook opgeschroefd. Kijk. Nou, hier werd die ook opgeschroefd, ging die omhoog. Hier werd die ook opgeschroefd. Nee, hier werd die juist verlaagd. De blauwe rondje. En dan ging die nog steeds omhoog. Hier werd die ook verlaagd, ging die ook omhoog. Dus ja, wat ik met dit plaatje wil vertellen is dat je kan niet aanvankelijk van de rate cut bepalen of de markt omlaag gaat of omhoog. Veel mensen zijn op dit moment bang voor een recessie, maar er is ook een kamp die zegt dat er een rally aan gaat komen, omdat de interest rates verlaagd gaan worden. Dus het is moeilijk om te zeggen wat precies plaats gaat vinden. Al met al ben ik nog steeds in mijn positie als het gaat om verschillende aandelen. Ik ben niet in de kamp die makkelijk verkoopt, maar we moeten even gaan kijken wat er precies gaat spelen de komende tijd. Ik heb sowieso geld, cash, om te investeren naar de aandelen die interessant worden. Maar dit plaatje laat duidelijk zien dat het niet altijd positief of negatief is op het moment dat er dus een interest rate of een interest hike gaat plaatsvinden. En in 2001 en 2008 was er al een probleem. In 2008 hebben we de global financial crisis gehad. In 2001 was dat de dotcom bubble. En in 1979 en 81 was inderdaad de grote recessie. Bind me er niet aan vast wat er precies speelde, maar... Dus zo zie je dat het wel degelijk invloed heeft gehad. Maar dat, in deze tijd kunnen we dat niet zeggen. Dus dit plaatje wou ik ook met je meenemen. En ja, wat ik al zei, komende week hebben we dus earnings seasons. En dit zijn de big boys. En ja, keep your guys posted. En keep your eyes on the money. Stay invested. En ja, dan zie ik jullie weer in de volgende video. Niet al te lange video. Ik hoop dat je er wat van hebt geleerd. En we out. Peace.